Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik samen met jullie ga kijken wat de boodschap is dat we op dit moment mogen doorgeven. De afgelopen week sinds het eclipse en dus de nieuwe maan vorige week, maandag, zijn de energieën alle kanten op gegaan, om het zo te zeggen. Heel veel dingen voelden super zwaar. Maar het verdriet dat al in de lucht hangde, zoals ik ook gevoeld had tijdens ons missiewerk in Portugal, werd eigenlijk een stukje, ik zou bijna zeggen, vergroot. Daarom dat ik ook even wil kijken van wat het de boodschap is dat we nu op dit moment mogen meegeven. Zodanig dat je ook hierin ook leiding krijgt en het gevoel hebt dat je ondersteund wordt doorheen de lastige transitie. Want zoals ik het ervaren heb afgelopen week, dan lijkt het alsof dat je moet proberen staande blijven te houden, terwijl dat eigenlijk de hele wereld om je heen aan het afbrokkelen is. Alsof dat je meegezogen wordt en meegetrokken wordt in, of met anderen die aan het vergaan zijn, die niet zullen meegaan in de nieuwe aarde, de nieuwe bewustzijn. En het beeld dat ik toen had, was zo van, zoals je soms ziet op, in films, van, dat je probeert ergens uit te geraken. Het een of andere moeras. Maar het moeras is eigenlijk geen moeras, het is eigenlijk gewoon een of andere grond van allerlei zombies en afgestorven tijdslijnen en zielen en lichamen die aan het verteren zijn. Ik weet, dat is geen mooie visual, maar dat is hetgeen wat er ook gaande is in het collectief. En dat, zeker als je wat verder op pad staat, zeker gaat gevoeld hebben. Het kan ook niet anders. We zijn ook tijdslijnen van Lemuria en Atlantis aan het afsluiten. Zeker als tweelingbloem zijnde zou je dat gemerkt hebben, of toch iets van gewaar geworden zijn. Omdat dat ook verbonden is met de wonden van schijning. Dus die schijning, die verlatingsangst, die er eigenlijk in wezen niet is, maar die wel heel hard gevoeld en ervaren wordt in deze 3D-wereld. Omdat heel veel tweelingbloemen in tijden van Lemuria en Atlantis, dus op het moment dat de beschaving eigenlijk gezonken zijn, dat die tweelingvlammen toen geïncarneerd waren als hogepriesters, hogepriesteressen, en die toen besloten hebben, een bewuste keuze gemaakt hebben om zichzelf ook op te offeren en mee te gaan in die cyclus van diepe en lange incarnaties, reïncarnaties. Omdat doordat zij in staat worden om vanuit het bewustzijn dat ze toen hadden de energie wat hoger te houden, hebben we er ook voor gekozen om onszelf op te offeren om de karmische balans die anders zou meegekomen zijn in het collectief nog veel hoger zou zijn, met alle gevolgen van dien. En daar krijgen we nu allemaal ook de kans om uit te stappen. Niet alleen uit die cyclus van reïncarnaties, maar ook om de diepe pijn en het verdriet die nog in ons DNA geankerd zit, die nog in onze tranen verborgen zit, om die voor eens en voor altijd los te laten. Zodanig dat de tranen van pijn en verdriet kunnen ruimte maken voor tranen van geluk. En die ook weer ruimte kunnen maken voor hogere energieën, om nog meer vanuit het hogere die energie te ankeren en te belichamen. Dus dat gezegd zijnde, als je vermoeid bent of je hebt het lastig of wat dan ook, weet dat je niet alleen bent. Er is heel veel gaande in het collectief. En dat gaan we nog meer en meer merken. En het eerste dat we krijgen als kaart is het huis met je roots. Waar dat je comfort en veiligheid is, hoe zit het met je tradities, hoe zit het met je structuur. En dat is exact hetgeen wat er nu op grote schaal aan het gereset wordt, aan de loop mag onderworpen worden. En te kijken van, ja, wat is het nu eigenlijk? Wie ben ik nu? Wat is de roots van niet wie dat je hier als je 3D-ego en je identiteit bent?
Waar ligt mijn root in de essentie van mijn ziel? En dan krijgen we ook de hartkaart. Met liefde, verlangen, geluk, zegen, affectie, vervulling, vergiffenis, romantiek, tevreden zijn, gepassioneerd en het zorgen voor anderen. Want dat is hetgeen wat er gaat voor zorgen en die ervoor gaat zorgen, of waardoor dat jij gaat weten wat datgene is, wat inderdaad jouw echte thuis ligt. En ik heb hier nog 6 kaarten die er gewoon uitgevloept zijn. Dus die een gans verhaal vertalen en ik zal het natuurlijk met jou delen. Het volgende is de tuin. En het ligt ondersteboven. Waarom? Omdat het nu niet het moment is om, ook al zitten we in het ramseizoen, is het niet het moment om naar buiten te gaan. Is het niet het moment om daar buiten constant bezig te zijn. Het is wel belangrijk dat we ons licht laten stralen. Maar als je voelt dat je niet de ruimte hebt en niet de energie over hebt om het licht te zijn voor anderen, om het licht te, het donker te verlichten voor anderen, ga dan naar binnen en kies voor jezelf. Want we zijn op het einde van een heel belangrijk seizoen. Ook al voelt het voor de meesten, zijn ze zich daar niet bewust van, toch is het zo. En we krijgen ook de Venus, de godin van liefde, met attractie, maar wat staat er ook, het gaat over attractie in jezelf. Maar dat ligt ook ondersteboven. Dus wanneer dat je liefde en relaties en overvloed en echt die magneet wil zijn om geluk en zo meer aan te trekken, dan is het belangrijk dat je dat eerst kan en durft geven aan jezelf. Want pas dan gaat de planeet van Uranus, die trouwens aankomende zaterdag in een belangrijke conjunctie staat met Jupiter en Mars, dan pas gaat die ook ervoor zorgen dat een heel snelle verandering zal gebeuren. Maar een verandering op een goede manier. Daarom staat er ook Free Spirit op de kaart van Uranus. En Embrace the Unknown. Dus spring in dat onbekende. Doe het zoals dat jij diep van binnen voelt dat mogelijk is. En volg je eigen diepste passie. Wees de leider en verwacht ook het onverwachte. Verwacht het beste. Maar het is belangrijk dat je nu, zeker aan het begin van deze week, de tijd neemt om naar binnen te gaan. Om nog niet onmiddellijk dingen te doen. En onmiddellijk al de vruchten ervan te verwachten. Maar ga naar binnen. Ga naar binnen en versterk je eigen kracht. Versterk je eigen energie. Want dat gaat zich dubbel en dik terugverdienen tegen het namaste dat we meer en meer naar de volle maan gaan volgende week. Wat is het nog dat we mogen delen en meegeven? Dan krijgen we de Aries, de kaart. Dat is exact het seizoen waar we nu gaan en loopt nog tot 21 april. Dus tot, laat me kijken, tot zondag, dus tot het einde van deze week. En we krijgen ook samen met Pluto. En Pluto is eigenlijk degene die heel veel dingen toont. Die heel veel dingen naar de oppervlakte brengt. Die het onbewuste bewust maakt. Want dat zorgt voor een hele diepe transformatie. En wanneer dat je dat voelt, dan is het ook teken. Dan is het ook tijd om ernaar te luisteren. Wanneer je dat niet doet, en dus niet om angst aan te werken, maar dat is gewoon hoe dat ook werkt. Dan gaat Uranus ervoor zorgen dat je gewoon geduwd wordt om aanpassingen te doen. En geloof mij, de geforceerde aanpassingen, en dat is het moment waarop we dan van crisissituaties spreken, dat zijn niet de leuke. En vandaar kregen we ook de kaart van Saturnus. Ik ben eens aan het kijken welke planeten we nu al hebben. We hebben Venus, Uranus, Pluto, Saturnus en Mars is er eigenlijk ook via de ramkaart. En dat zijn exact ook de planeten die nu deze week een hele belangrijke rol spelen. Je ziet ook weer mooi het mooie tussen Venus en Mars, waarin dat je ook weer die mannelijke en die vrouwelijke energie ziet. Maar Saturnus zegt, wat zijn de verantwoordelijkheden die je nog op jouw schouders draagt, die eigenlijk niet jouw verantwoordelijkheden zijn? Wat zijn de dingen waar je nog gefrustreerd over raakt? Ten aanzien van een mannelijke energie, ten aanzien van bijvoorbeeld overheden, ten aanzien van structurele dingen, vanuit
beperkingen dat er zijn, of waarin je voelt dat er beperkingen zijn, maar dat er misschien objectief gezien geen beperkingen zijn, maar die je wel het gevoel geven dat je vastzit. En daarom krijg je ook de stallion, hè, de hengstkaart, dat is een heel mooi wit paard die vrijbreekt, waarvan dat je gewoon de kracht voelt, de vrijheid voelt. En dat is hetgeen waar we naar het einde van de week naartoe gaan, dat je gaat merken, waarin dat Uranus, de energie van Uranus en de energie van Jupiter samen Mars kan gaan gebruiken, waarin dat je eigenlijk dan dat innerlijke beest, die innerlijke drive, dat je zo hard voelt, dat je nu deze week nog heel hard koestert en zorgt dat je opgeladen bent, die dan naar buiten gaat komen. Die dan op een hele, geen oncontroleerde manier, maar een hele duidelijke manier naar boven zal komen. En die jou ook zal kunnen voor zorgen dat je die hele snelle verandering, maar een goede verandering, doormaakt. En dus geen crisis. Wat krijgen we als vlammen waarmee je mag werken? En ook weer niet zomaar, dat is aartsengel Zabkiel met de geel-oranje vlam met surrender. Dus overgave. Ga nog dieper in die overgave. Ook al weet je niet, loop je tegen dingen aan, weet je totaal niet hoe dat je er een oplossing gaat vinden. Ga in die diepe overgave. En vertrouw dat het universum zoveel van je houdt dat ze voor jou gaan zorgen. Dat ze zullen voorzien. Want dat is hetgeen waar dat ook de laatste thema's van de laatste week over ging. Van een diepe verlatingsangst. Het in de steek laten voelen door alles en iedereen. Vandaar dat we door Saturnus ook de beperkingen zo duidelijker en precies harder voelen dan voorheen, dan voor de eclips, dus voor april. Dus focus op liefde. Vandaar krijgen we ook aartsengel Sandalf met liefde en exact dezelfde kleur, dus een heel oranje vlam. Dus deze vlam is deze week super belangrijk. Roep ze elke ochtend aan, roep ze elke avond aan. Iedere keer als je eraan denkt, spreek met jezelf een teken af. Iedere keer als je bijvoorbeeld een vogel ziet, ik zeg maar iets, dat je dan automatisch de oranje-gele vlam aanroept om door je heen te stromen, om het beste van deze week en deze energieën te maken.